It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. Ain't nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Ain't nobody here now, but I hear you calling out, I hear you calling out for love. And I hear you calling. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer reeds dinsdag 1 oktober, ja, een nieuwe maand, 1 oktober. Dus vaarwel september en welkom oktober, ja. Weer een maandje dichter bij het einde van het jaar, ja. Het is 10:11, 12:10 en Google Hub die zegt het is 14 graden, ik heb de computer nog niet aan. Nee, moet nog eigenlijk aan, maar ik ga eerst met de meisjes uit. Dan heb ik dat maar gehad. Even kijken. De telefoon zegt ook 14 graden, maar het voelt als 13. Nou ja, dat is maar 1 graadje verschil. Het waait, zeggen ze, want het poppetje die heeft allemaal blaadjes om me heen. Ja, ik kan er ook niks aan doen. En dan staat er een witte zeur, maar die blijft daar, want we gaan weg. Ja, ik ga ook mijn loopapple klaarzetten. Wauw, hij kan nog zo zeuren. Rijka die is buiten. Ze zijn ook weer op dat dak daar bezig. Aan de overkant, maar ik zie ook daarnaast liggen zonnepanelen. Nou, daar bovenop ook weer. O jeetje, daar krijgen we last mee met het zonnetje. Ja, daar krijgen we last mee met het zonnetje. Dus dat dus, yeah. Ja, maar van de kerktoren, van de kerk, ik krijg weer zo'n hoge pielen voor je neus. Voor mijn kerktorentje vind ik leuker hoor. Ja, wat doe je eraan? En ja, Rijka, kom maar gauw. Nee, gaan we lopen dan meisje? Gaan we lopen? Ja, gaan we lopen. Jij. Ja, Helming, we gaan lopen. Nou, dus dat dus, het regent niet, dus we gaan er lekker te snel er doorheen. En vanmiddag naar Marianne. En hoop ik dat het dan droog is wanneer ik naar Marianne toe ga. En ik ga lopen naar Marianne toe. Want mocht het gaan regenen terwijl ik daar zit, dan wordt mijn booster niet nat en ik heb nog water dan bij me. En het is maar een kippen eentje. Ja, het is maar een klein stukje, dat kan ik beloven. Dus dat gaan we gewoon gezellig doen. Dus ik zeg lieve vrienden, geniet gewoon van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook weer een beetje met ons mee. We gaan vanmiddag weer gezellig kaart leggen. Ik neem dat voor mij ook gezellig mee. Ja hoor. We zien wel hoe we het doen en wat we doen. Ja, en ik heb leesvoorwoord bij me, ik weet niet, oh, dat ligt daar, ik heb het voor mezelf natuurlijk ook. Maar ik neem het voor haar mee, dan kan zij lezen wat ze wilt. En ook over de pendel, ze moet leren pendelen, want dat kan je zijn nog niet. Nee, ik vind het altijd beter dan dat zij het kan. Dus ja, dat dus. En ik ga nog meer opzoeken ook. Over mijn chakra-stenen, want dat zijn verschillende chakra-stenen. En die moeten nog schoongemaakt worden, maar ik moet ook weer volle maan hebben ervoor om ze op te laden. Want ze moeten eerst gewoon ook met water, maar welke er met water mag en niet, dat weet ik ook niet. En dan aarde en vuur, dus ja. Moet ik allemaal bekijken hoe ik dat moet hebben. Ja, dat dus. Maar voor nu zou ik zeggen, geniet. En heb geen verdriet. Nee, heb ik ook niet. Dus ja, gewoon doorgaan, blijven lachen. Dus geniet van alles en geniet een beetje mee. En tot later. Doei doei! Dat is gewoon een druppel regen. Ja, althans, regen, spelden prikken, hè? Ja. Het misert, het is van het hele vieze fijne weer, hè? Ja. Nee, nee. Hij staat. Zijn jullie allebei lief? Zijn jullie allebei lief? Ja, zijn jullie allebei lief? Ja, ja. Allebei lief. Nou, het duurt maar lang voordat dat ding weer... Oh, natuurlijk. Oh, toch afsluiten, ja. Want je bromt. Had je maar niet moeten brommen. Ja, dat ding dat bromt. Ja, nou. Heb ik een hekel aan. Ja, die handdoek legt daarom dat een mensje de pootjes op af kan vegen. Ja. Het is een smerig, vies, nat. Ja, heel raar hoor. Je denkt dat het droog is, maar het is niet droog. Die zijn aan de overkant op het dak met me in de regen bezig. Ja. Maar in ieder geval, ja. We zijn dus er binnen. Zoals jullie merken, ja. Maar wat vochtig ook. Maar... Even zo langzaam. Echt. Wat er aan de hand is, ik weet niet, maar dat ding. Het afsluiten gaat moeilijk. En hij brandt nog steeds wanneer ik hem opstart. Ja, helemaal niet leuk. En dan blijft hij maar rattelen. Laat ik hem, ben ik bezig om hem af te laten sluiten. Zo bizar, maar ja, komen we er wel, daar nu van. En ik krijg af en toe zo'n lopertje, van wat moet ik nou, ja, uitgaan. Zo simpel. Maar in ieder geval, ik zal ook dat van Marianne zo vast in een plastic tas doen, want het regent. Het moet wel een beetje droog blijven, dacht ik zo. Ja. En dus, maar oké, ik zou zeggen lieve vrienden, gewoon genieten, ondanks dat het slecht weer is en dan komen we er wel doorheen. Ja toch? Ik zou zeggen gewoon doen en ja, heb gewoon plezier. Ja, hebben wij hier ook, hè? Ja. Dus dat dus, nou ik zou zeggen tot later. Wat legt ze dat er lekker lieve. Ja, maar we hebben er nog een en die is ook zo lief. Ja, nou meisje. Vrouwtje is zo blij. Ja, vrouwtje is zo blij. Maar we hebben het er lekker niet over. Nee, we mogen het niet vertellen. Nee, we mogen het niet vertellen, maar ik ben er wel blij. Ja, want ik heb weer eens een keer gelijk gehad. Ja. Ja. Ik heb weer een keertje gelijk gehad. Yes, yes. Ja, echt waar. Ja, ik heb weer gelijk gehad. Ik heb weer gelijk gehad. Maar ik hou mijn mond. Maar ik ben wel blij. Yeah. Maar oké, ja, moet kunnen. Ja, ik ben nog thuis. Ik ga straks naar Marianne toe. En ja, met Cindy was het trouwens ook leuk. Heb ik jullie dat al verteld? Mijn nieuwe begeleidster. Andere week komt Erwin weer, die week erop komt zij dan weer. Maar ja, ook hartstikke leuk. Ja, gezellig gehad even. Andere keer gaan we ook wel weer wat doen. Dit is nou even een binnenkommetje, weet je wel. Eventjes kennis maken, weer opnieuw. Nou, maar ik had Marianne geprobeerd te bellen, maar die was in gesprek en ik maar blijven proberen te bellen. Ik denk, waarom drukt ze me dan weg? Ik kan niet ruiken hier hoor, dat ze in gesprek is, dat ze aan de telefoon is. Ik denk, nou, is er wat aan de hand, heeft geen zin of wat dan ook. Maar ja, ze wist ook niet eens niet meer dat ik zou komen. Lieve schat, ik zei, dat was afgesproken. Ik zei, dat hebben we gelijk meteen in het begin al gedaan. Elke dinsdag komen we bij elkaar. De ene week ik bij jou, de andere week ik bij jou. De ene week ik bij jou, de andere week jij bij mij. Dat dus. En dan gaan we kaart leggen. Ja. Maar dan... Jezus. Nee, was alweer vergeten. Kan gebeuren. Ze wordt ook een beetje ouder. Ja. Dat dus. Het is nou... Nou, laten we even hier kijken. 6 minuten over 3. En Zover is niet lopen. Ik ga nog even naar Ilona luisteren. Daarna ga ik me klaarmaken om die kant op te gaan. 3:30, 3:45 zou ik wezen. Dus ja, dat dus. Maar ja, ik wil eerst even naar Ilona kijken. En dan gaan we straks die kant op. Dus ja, de kachel iets uit. Ik heb het koud nou ook. Kachel ook nog niet aangehad. Maar laat ik ook lekker uit. Die meiden die kunnen er wel tegen en anders maar niet. Hebben ze pech. En ik doe hem pas aan wanneer ik weer richting huis ga. En dat doe ik bij Marianne wel. Dan doe ik hem wel aan via de app. Ja, dat dus. En dan is het lekker warm wanneer ik thuis kom. En ook kan ik de lichten bedienen op eentje na en op twee na. Dat is mijn ringlamp en dat is mijn zandsteenlamp. Ja, die dus. Maar ja, de rest, ik kan ook ander licht aandoen, weet je, ja. Ik kan het allemaal aandoen, behalve de buitenverlichting niet, want dat moet met een AB. Maar dat komt helemaal goed. Ja, dat komt helemaal goed. Dus, maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van alles, maar geniet ook weer een beetje met ons mee. Tot later. Ja, mijn kopje is leeg. Die van Marianne is ook leeg. En ik had mijn kaarten dus mee, maar we zitten bij Marianne, dus we gaan met de kaarten van Marianne. Ja, ik weet dat het zegt nog. Het wordt nu wat minder. En dus. Maar ze gaat zo eerst koffie maken, maar ze staat daar. Ja. Ja. Ik sta hier met de kaarten en we doen koffie. Ja, lekker, lekker, lekker. Dus ja, is het zo'n leuk kussentje waar ze op zit? Ik zeg, waar heb je dat vandaan? Weet ze niet eens meer. Nee, nou, ik heb hem al zo lang. Dat staat erop. Airbag. Nee. Sissel. Sissel. Plus. Ja, er staat een www.nummer op. Dus dan kan je altijd www.sissel.com. Oh. Nee. Ja, zeg het maar. Ik ken niet te weten. Lekker zit. Mij zit lekker, zegt ze dus, ja. Maar in ieder geval, ja lieve vrienden, we gaan gewoon weer genieten. Er staat wat te doen, maar we zaten ook over dingen te praten. Wat jullie lekker niet aangaat. Nee, en dan pak ik jullie er gewoon nog niet bij. Nee, zo simpel. Maar we gaan straks wel kaart leggen. En de eerstvolgende keer als Marianne weer bij mij is, dan filmen we dat ook weer. Ja, nu even niet. De eerste keer hebben we het wel gedaan hier. En nu even niet. Nu gaan we even privé lekker doen. Ja. Moet ook een keer kunnen. Toch? Ja. En ik weet het niet, maar het kon wel eens momenteel droger is. Ja, maar ik kwam wel in de regen en zeikende door nat. Ja. Ja. Maar ja. In ieder geval, ik had mijn lange regenjas aan en mijn nieuwe is al onderweg weg. Ja. Dus die komt er ook aan en dat is ook een lange en dat is een zwarte. Ja, ben ik helemaal in het zwart wat dat er gaat. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet. En geniet gewoon een beetje mee. Tot later! Zo lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, ik was dus lopend zoals jullie weten. En het is al met al, we zien 18:22 nu op mijn horloge. En 18:19 is het. Maar ik ben ook al met de meisjes uit geweest. En ik heb de grijze container al buiten gezet. Dus dat heb ik ook allemaal gedaan. Dan hoeft dat allemaal niet meer gedaan te worden. Het is nou ik mezelf en de troep opruimen dat ik mee, tenminste de troep, de spullen opruimen. Wat ik mee had naar Marianne, mijn kaarten en alles. Nou ja, dat zit nog in een plastic tas. En ik wil opruimen, dat staat nou op de grond. En ja, ik moest dat even kwijt op mijn mandje, want dat hoef je niet mee te nemen als je aan het lopen bent met die meiden. Nee, dat is dan niet nodig. En daar heeft er ook eentje gebeld en ik denk zomaar dat Karim weer is geweest. Maar in ieder geval, ook heb ik eindelijk weer eens een keer, omdat ik zelf eerst had gevraagd, voor Chrisje weer bericht. Ja, daar ben ik ook wel weer blij mee dat ik daar een bericht van binnen heb. Want ja, ik hoor me niks en ik hoorde me niks en ik hoorde me niks. Dus ja, dat dus. En daar wil ik toch meer weten, want ik zit dan toch echt over ze in. En ondanks dat ik haar maatje niet ken, maar ze moeten binnenkort evengoed weer naar Polen voor 5 dagen, omdat de auto gekeurd moet worden. Oké, ja. Gaat ze voor 5 dagen terug naar Polen en dan komt ze weer. Dat dus. Maar oké, gedane zaken nemen geen keer. De maatje gaat steeds verder en verder en verder achteruit en dat is minder. Dus ja, dan hopen dat in die 5 dagen, dan krijgt hij thuiszorg. Daar ben ik ook blij mee. Dan kan zij toch met een gerust hart toch wel weg. Maar ja, zij is zelf ook nog steeds niet helemaal goed. Het gaat wel de goede kant op, maar ze bespaart haar energie voor die trip naar Polen. Want dat is ook niet na de deur. Dus, maar oké, ja, ik ga even de boel hier opruimen en de computer, nou ja, dat kan weg, dat is klaar. Hoppa, hoppa, die kan ook sluiten, hoppa, hoppa. Zo, jullie daar naartoe, ja, jij krijgt eten. Kan al veel eten, dus dat gaan we ook even doen. Hoepie de poepie, hè. Nee, jij hebt eten. Jij hebt eten. Ja, het is Kandalf die krijgt eten. Ja. Maar dan moet ik toch even eten pakken. Ja. Nee. Nee. Ga nou eens even weg. Pak er tenminste bij. Anders kan ik niet bij mijn kastje. Is er nog een jasje, nog een zakkie. Daar is er nog een zakkie. Dus ja. Oh man, wat een rugpijn. Ja, ik heb nou vreselijke rugpijn. En ik geloof dat ik gisteren wat vergeten ben om brood uit de vriezer te pakken. Ja, dat dus. Kan ik niet eten. Het gaat goed met mij. Dus dat moet ik straks ook even doen en dan gaan we laat eten. Want ik had ergens zin in. Ja. Ja, ik wou eigenlijk een broodje met gebakken ei en smeltkaas gebruiken. Ja, dat is ook weer lekker. Ja, dat dus. Ja, ik moet even een ander zakje hebben. Zo. Oh nee, daar zit hij. Hoppa. Hoppa. Ja. Zo. Ja, hey, hallo. Ja, jij hebt daar eten, hè? Je denkt dat je alles zo'n kandalfje krijgt, maar zo is het niet. Mag allemaal lekker ruiken, maar het is niet voor jou. Nee. Dit is een kandalfje. Ja, echt waar. Zit Rijka daar met een bekje zo te snuffelen. Ik wil dit even weggooien, mag dat? Doe het gewoon. Ja. Nou, voor kandalfje is het ook weer klaar. En ik ga even in de magnetron kijken naar mijn brood. Ja, zie je wel, één bolletje nog. Ik kan maar 1 bolletje eten. Ja, dat is een beetje te weinig. Dus ja, dat dus. Ik weet niet wel hoe ik het doen moet. Ja, ik weet het even niet wat ik dan ga eten. Dan moet ik wel in ieder geval wel brood eruit halen. Voor, anders heb ik morgen weer niks. Smikkelde de smikkel. Ja, die smikkelde smikkel. Die gaat weer smakken. Maar dat hebben we al eerder gehoord van de week. Ja toch? Ja. Van vorige week. Lekker aan het smakkelen geweest. Dus ik weet nog niet wat ik eten wil. Nee. Ach ja. Ik weet het helemaal niet wat ik eten moet. Ik heb ook geen zin. Ik bedoel, Marianne die kwam al met koek aan. En ontbijtkoek. Weet ik veel. Nee. Niet voor mij. Niet nodig. Nee. Maar ik ga wel even kijken wat ik eten ga. En de telefoon gaat weer. En dat is Karin. Dus tot later. Ja, wat gaan we doen zo meteen? Hé, een beetje toe, hè. We hebben weer een blokje gedaan. Hé. Ja, en je hebt 2 frikandellen gebouwd. Hé, joh. Zo, hé, dat was een dikke boer. Ja, we gaan zo meteen weer een beetje. De televisie is al uit. Enkel de computer nog niet. Hé? Ja, en dan gaan we zo meteen een beetje toe, hè. Of niet dan? Ja, hé. Ja. Ja, dan gaan we weer lekker slapen. Ik heb net medicijnen ingenomen. Voor het eerst weer zware medicijnen in dagen. Ik heb het een hele tijd niet ingenomen, bewust niet. Ik denk, kijk hoe lang ik het uit kan houden zonder die COBD-druppeltjes. Maar de andere kant begint ook te pijn te doen. En dat vind ik minder leuk. Ja. Niet mijn hoofd hoor, maar van onder. Mijn knieën, mijn rug. Ja, ik denk artrose in mijn onderrug en mijn knieën. Het zat eraan te komen, hè. Hoe ouder je wordt, des te minder het ook wordt. En ik had het al in mijn vingers. Het begon met die duim. Alleen nog die duim. Verder niet. Nou, dat bouwde zich uit in alle vingers, maar dat kan ik handelen. Want je bent altijd mee bezig ook. Ik loop ook dagelijks met die meisjes, dus ik probeer zo lang mogelijk vol te houden totdat ik ga zeuren bij een dokter of wat dan ook. Ja. Ik ga nog even een filmpje kijken op YouTube en daarna sluit ik af en dan is het mooi geweest voor vandaag. Dus ja, lieve vrienden, ik wens jullie natuurlijk allemaal een welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal. Ja, of niet dan? God, die houdt toch over ons allemaal de wacht? Nou ja, daarom zeg ik gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei doei.